Verrukkelijk. Die kip is zo mals. En de saus is zo heerlijk. Fantastisch. Welkom in de Tongense keuken. Vandaag staat er een Portugees gerecht op het menu. Dat zijn kippendijen met champignons, slagroom. En als bijgerecht heb ik er pennen bij met verse spinazie. Het Portugese gerecht heet Frango no Forno com Natas e Congomeros. Ik heb mijn best gedaan. 400 gram kippendijfilet, 450 gram verse spinazie, 200 gram pennen, 200 gram champignons die al een stukje zijn gesneden, 200 ml slagroom, 50 gram gedroogde uitjes, een flesje donker bier, in dit geval herfstbok, Engelse saus, Worcestershire saus. We brengen het geheel op smaak met 2 laurierbladeren en grof zout en zwarte peper. Over de kippendij gaan eerst grof zout en zwarte peper. Een keer omdraaien. Moeten we zorgen dat de binnenkant aan de bovenkant komt. Klinkt raar, maar je ziet wat ik bedoel. Daar gaan de laurierbladeren tussen. En vervolgens gaan daar de champignons gewoon overheen. Even een beetje verdelen. Nou, inmiddels is de hond weer tot bedaren gekomen. Dan kunnen we aan de saus gaan beginnen. We beginnen met de gedroogde uitjes. 50 gram. Vervolgens gaat daar 1 eetlepel van die Engelse saus bij. Als die wil. Deze manier. Dan 2/3 van de inhoud van donker bier. Maakt niet uit wat voor bier het is. Ik heb op dit moment herfstbok had ik in huis, maar dat kan ook gewoon een ander merk zijn. Even een klein beetje mengen. Dan gaat er vervolgens de slagroom bij. 200 ml. We mengen het geheel een beetje. En dan gaan we het zo meteen over onze kippendijen heen doen. De saus verdelen we over onze kippendijen en de champignons. Er gaat niks verloren. De oven is op temperatuur 200 graden voor 40 minuten. Dit gaat nu in de oven. Dus hebben we onze handen weer vrij. Op het moment dat dit 20 minuten bezig is, dan gaan we de kipfilets nog een keer omdraaien. Nou, we zijn 20 minuten verder. Ik ga de kippendij een keer draaien. Ziet er al heerlijk uit. Die 20 minuten is maar een richttijd, mensen. Het ligt er aan hoe sterk je oven is.
En dit gaat nog een keer voor 20 minuten verder. In een wokpan heb ik een beetje zonnebloemolie verhit. Daar gaan we de spinazie bij doen. Beetje bij beetje. Het lijkt heel veel, maar dit slinkt nog enorm, mensen. Nee? Oh, nou, een klein beetje peper erbij. Als het een beetje geslonken is, dan gaat de rest erbij. In een andere pan ben ik de pennen aan het koken. Deze gaat ongeveer 9 minuten, maar dat is een beetje afhankelijk voor wat voor pasta je gebruikt. Overigens kun je ook, als je niet zo van pasta houdt, kun je aardappelpuree gebruiken. Smaakt ook heel lekker bij dit gerecht. Nou, kijk eens naar het eindresultaat, mensen. Het ziet er heerlijk uit, 40 minuutjes in de oven. Ik ga een klein stukje proeven. Als dat lukt. Een beetje saus erbij, een champignons. Mmm, verrukkelijk. Wat een heerlijke saus. En de alcohol van het bier proef je helemaal niet meer, mensen. Perfect. Wij gaan zo meteen aan tafel. Maar ik wil nog even zeggen dat als er iets niet duidelijk is onderaan deze film, onderaan het filmpje zie je een link naar Seizoenenblog onder de dagschotels van Camille. Kun je het gehele recept nog eens nalezen op je gemak. Ik hoop dat jullie er net zo van gaan genieten als wij. En nogmaals mensen, liken is leuk en abonneren wordt gewaardeerd. Smakelijk eten en met een lekker glaasje Portugese capatas. Proost!